We zijn vandaag in Amsterdam en we hebben een afspraak met Thierry Baudet van het Forum voor Democratie. En hij gaat ons uitleggen waarom geen pijl nou zo belangrijk is. En daarna gaan we even gezellig op de koffie bij Hans Spekman van de PvdA. Je hebt het hele associatieverdrag met Oekraïne, tussen Oekraïne en de EU gelezen. Je bent sowieso op de hoogte van alle ontwikkelingen met de EU. Kun jij ons nou eens en onze kijkers eens inhoudelijk uitleggen waarom het belangrijk is dat het referendum er komt? In de allereerste plaats is het een geweldige kans voor Nederland om zijn stem te laten horen over de alsmaar voortgaande Europese uitbreiding. Het gaat maar door. Steunpakketten, nieuwe regelgeving, uitdijing van de macht van Brussel. Dit is gewoon een kans om te zeggen, wij zijn er ook nog. Daar begint het mee, dat is het allerbelangrijkste. En dan maakt het niet uit of je nou voor of tegen bent. Inderdaad, dus in die zin, ik zou ook zeggen, ook mensen die voor het associatieakkoord zijn, die zouden ook voor dit referendum moeten zijn, want je kan niet zonder de bevolking. Je moet de bevolking erbij betrekken. Maar er is ook hele goede reden om tegen het verdrag zelf te zijn. Het verdrag gaat bijvoorbeeld over het opheffen van visumrestricties, zodat mensen zo meteen vrij kunnen reizen van Oekraïne naar Europa. Oekraïne is een land in burgeroorlog. Het is een land wat in de top 5 staat van de wereldklasse vrouwenhandel, kinderprostitutie, doorvoer van drugs. Het is lijkt me ongelooflijk onverstandig, zeker met alle migratieproblematiek die we nu hebben, grensoverschrijdende criminaliteit, om dat ook open te gooien. Tweede is dat het heel duidelijk vanuit de Europese Unie gezien wordt als opstap naar lidmaatschap. En dat betekent heel veel financiële risico's die we op onze schouders dragen en een enorm conflict met Rusland dat we gaan aanwakkeren. Want Oekraïne, dat is eigenlijk heel lang al Russisch, hoort voor een groot deel cultureel bij Rusland, in ieder geval de helft van Oekraïne. En de problemen die er nu zijn in Oekraïne met Rusland, de hele conflict daar, is voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat Europa zo verschrikkelijk aan het pushen is. Dus zeer onverstandig. Meneer Spekman. Joehoe. Nee, sorry. Het gaat over een serieuze zaak, meneer Spekman. Geen pijl. Bent u al bekend met geen pijl? Nee. Ik kijk ook nooit meer op geen stijl. Dus dat kan samengaan. Ja, nee, het heeft in het NRC gestaan, AD, Trouw, Elsevier, overal op internet, NOS, RTL. Ik heb het echt gemist. Je hebt het echt gemist? Ja, totaal. Het gaat om een raadgevend referendum. En bij een referendum, mooi is, u kunt voor, u kunt tegenstemmen. Dus het is voor de PvdA bijvoorbeeld misschien juist een kans, een uitgelezen mogelijkheid om te zeggen van luister, wij zijn voor dat associatieverdrag met Oekraïne. En dat willen we ook gewoon graag testen in de democratie. Dus kom maar op met het referendum. Ja, maar ik zeg, ja, wat ik zeg, dat ik het heb gemist. Dat vinden jullie misschien vervelend, want jullie hadden gehoopt dat heel Nederland het al wist. Ja, wij dachten dat de voorzitter van de PvdA toch wel op de hoogte zou zijn. Ja. Zou het kunnen dat het een heel ernstige zaak is dat belangrijke politici in Nederland dit belangrijke akkoord helemaal niet hebben gelezen? Dat er eigenlijk heel weinig debat over is geweest? Zou dat een probleem kunnen zijn? Ik ben voorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik weet zeker als jullie de moeite nemen om iets verder te reizen dan naast jouw kantoortje waar je zit. Maar naar Den Haag, naar Marit Maaij, dat zij daar alles van weet en hoed in de rand en daar ook een opvatting over heeft. Er zijn ook allerlei projecten in het associatieakkoord die we als ontwikkelingshulp en samenwerking met Oekraïne gaan doen. En dat betekent gewoon niks anders dan dat wij een heleboel geld gaan gireren naar Kiev. In de hoop dat ze daar dan allerlei dingen gaan doen die nuttig zouden kunnen zijn voor ons. Maar Oekraïne is gewoon wel een van de meest corrupte landen ter wereld. Het is niet alleen in een burgeroorlog, dus gewoon niet functionerende instituties. Maar het is ook gewoon, we weten al jaren dat bijna alles is omkoopbaar, alles is corrupt daar. En als je daar dus heel veel geld in gaat steken, ja, dan hou je in feite alleen maar dat in stand. Wij hebben er niets aan en we kunnen ook dat geld op dit moment denk ik veel beter besteden. Dus ook om die reden zeer onverstandig dit associatieakkoord.